Een paar dagen geleden kwam het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit over de vonkenregen op Scheveningen bij het uit de hand gelopen vreugdevuur van nieuwjaar 2019. De Onderzoeksraad is een zelfstandig bestuursorgaan dat na rampen, grote ongevallen en andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar oorzaken en gevolgen. De Onderzoeksraad is geen politiek instrument en doet daarom nadrukkelijk geen politieke uitspraken. De Raad doet feitelijk onderzoek, trekt conclusies en doet aanbevelingen. Het college van burgemeesters en wethouders heeft onmiddellijk en unaniem laten weten de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad te omarmen. Ik heb daaraan toegevoegd het debat hierover met de gemeenteraad met open vizier tegemoet te zien. Het blijft toch een beetje een rare metafoor, dat open vizier. Beter is het die figuurlijke helm helemaal af te zetten. Dit om elke schijn van een vechtstand tegen het rapport te vermijden. Het maatschappelijk debat over de toekomst van Den Haag en zeker debatten van de gemeenteraad dienen altijd te gaan over de toekomst van mensen van vlees en bloed die in Den Haag wonen, werken en recreëren. Dat zijn er ruim 500.000 en dagelijks nog eens vele tienduizenden meer. Een dergelijk debat mag nooit vervuild worden door de positie van een handjevol poppetjes. Eerder deze week heb ik als voorzitter van het college van BMW twee wethouders dringend moeten verzoeken hun taken neer te leggen. De al dan niet terechte commotie over hun functioneren vormt een ernstige belemmering voor de continuïteit van toekomstgericht denken en handelen van zowel de bestuurders als van de ambtenaren. Wie afgelopen woensdag de ingelaste crisisvergadering van de gemeenteraad over dit onderwerp heeft gevolgd, heeft de verlammende impact op constructief met elkaar meedenken en debatteren kunnen proeven, die voortkomt uit allerhande insinuaties en verwijten over en weer, van oud zeer op nieuw zeer stapelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat ik zelf ook onder vuur lig om geheel andere kwesties, en dat de commotie rond de twee wethouders de verhoudingen in de gemeenteraad en het college nog eens extra op scherp hebben gezet. Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd en spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren. Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg. Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd. Namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten. Het valt mij zwaar, maar ik wilde jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest.